We begrijpen de kritiek vanuit de samenleving. We begrijpen de onzekerheid van de samenleving. We moeten inderdaad beter communiceren en het beter gaan uitleggen. Maar dames en heren, er is geen andere optie. We kunnen doorgaan met populistische maatregelen. We kunnen doorgaan met showprojecten. We kunnen doorgaan met geld lenen bij de banken en pompen in de samenleving. We kunnen doorgaan om geld te lenen vanuit de internationale instituten en doorgaan in die constructieve sfeer te gaan pompen. Maar daarmee lossen we de crisis in het land niet op. Het is precies als een patiënt ernstig ziek is en met een kankergezwel zit. Kan je elke dag een kalpol innemen en kan je elke dag een spuitje nemen. Het gaat je elke dag pijn doen, maar je wordt er niet beter van. Laat een keertje goed dat kankergezwel weghalen en het lichaam weer gezond maken. En dat gaat inderdaad een beetje pijn doen. En daar hebben we een team van deskundigen om te zorgen dat de pijn maar voor korte duur zal zijn. Maar dat we uiteindelijk patiënt Suriname weer gezond gemaakt hebben. En dat we daarvoor een termijn hebben uitgetrokken. En dat we allemaal gaan zien dat het weer goed gaat met onze economie. Dat die koers gaat naar stabilisatie. Dat uiteindelijk de salarissen langzaam weer hun koopkracht gaan krijgen. Het is onze taak om het volk goed uit te leggen wat er aan de hand is. We nemen die maatregelen niet om bewust het volk pijn te doen. Dat is niet het karakter van deze regering. Dat zal deze regering nooit doen. Maar wat we vragen is even voor de 6 maanden wat offers te brengen. En als personen daar vinden dat die pijn te hard is en daar een signaal willen geven aan ons, ja, daarvoor zijn we regering, om naar het signaal te luisteren. We kijken uit naar de protestactie, we leggen het volk uit, maar als mensen vinden dat ze toch reden hebben om te protesteren, dat recht hebben ze en dat recht gaan we als regering ook accepteren, maar we gaan in communicatie blijven. Maar tot nog toe horen we van niemand wat die andere optie is. Het enige wat we horen, het doet pijn, het is te hard, maar we horen niet wat die andere optie is. Er is geen andere optie. Laat me dat hier benadrukken, er is geen andere optie. Udeen Wamboto, Leksernang, Udeen Wamboto en Wambestemming. Awatra Trubuno, de Squala Hebido, Ainakunu, maar Aboto Ogodoro, Odora Eindbestemming. Maar voor mij kan boten sumo, dat we sumo samen. En ik denk dat we aan dat die. Laten we samen. Draai aan u. Paar boto. Ga naar juiste bestemming. Final destination. Redden van Suriname. Met een gezonde economie. Met weer gelukkige Suriname. Dat is onze missie. En wanneer die zaken in place zijn, dan kunnen deze maatregelen teruggedraaid worden. Maar nu hebben we dat nodig om het land in leven te houden. Dus daarom vragen we aan de gemeenschap om ons te ondersteunen. Ik roep ook van hieruit om ieder op niet op straat te komen. We hebben geen andere keus. Maar we voelen het ook voor de gemeenschap. Dus daarom zeggen wij, geef ons de kans om dit alles in orde te maken. Het is jammer dat de Surinaamse gemeenschap 3 keer al geconfronteerd wordt met een situatie waarbij crisis hersteld moet worden. En dat ze dus 3 keer, en u moet de historie zelf uitzoeken wie daarbij betrokken was, maar dat ze tot 3 keer toe, dit is de 3e keer, dat we weer puin moeten ruimen. Dat we weer een crisis moeten oplossen. En ik hoop niet dat het de 4e keer gebeurt. Het zijn wijze lessen die we moeten leren.